Michelle, in één jaar van een redelijk onbekende Amsterdamse handbalster naar een Nederlandse Olympiër die op straat in Duitsland herkend wordt. Hoe bevalt die nieuwe status? Ja, tot nu toe wel heel erg goed. Het is eigenlijk meer heel erg leuk. En eigenlijk meer voor mijn sport ook heel belangrijk dat mensen nu weten wat handbal is. En dat vind ik vooral heel erg fijn en leuk. Dat ik niet steeds hoef te zeggen, ik speel geen volleybal of ik speel geen korfbal. Nee, nu weten mensen dat ik handbal speel. Jouw successeizoen begon op het WK 2015 in december, waar jullie tweede werden. Je speelde op dat toernooi meer dan verwacht. Ja, dat klopt. Mijn collega die op dezelfde positie speelt, die raakte geblesseerd. En dat gun je natuurlijk niemand. Alleen in dit geval is het dan wel iemand anders dood, is de anders brood, zeg maar. En die kans heb ik gepakt en dat ging eigenlijk wel heel erg goed. Gelukkig kwam Martina later weer terug en hebben we het gewoon wel echt samen gedaan. Maar daardoor kreeg ik denk ik wel meer uiteindelijk het voordeel van de twijfel, omdat ik heb laten zien dat ik het toch wel kan. En nu heb ik wel het gevoel dat ik er echt bij hoor. Ja, toen kwam Rio, je ging mee. Wat was nou jouw persoonlijke hoogtepunt op de Olympische Spelen waar jullie uiteindelijk vierde werden? Ja, we gingen er eigenlijk naartoe met het idee, we gaan voor een medaille. En natuurlijk hebben we in ons achterhoofd, we zijn nieuw en we zijn net aan de top. En om er dan te blijven is het natuurlijk nog moeilijker dan om er te komen eigenlijk. Maar als je dan toch zo dichtbij bent en dan toch werkelijk voor een medaille gaat spelen en hem dan net niet haalt. Ja, op het moment zelf krijg je nog kippenvel van. Op het moment zelf is het heel zuur. Maar nu ben ik toch wel echt trots. We hebben daar gestaan en we zijn vierde op de Olympische Spelen. De eerste Olympische Spelen ooit voor het Nederlands handbal. En ik hoor bij die geschiedenis en dat vind ik wel heel, heel mooi. In Rio kwam ook het contract met de Duitse Buxtehude SV rond. Michelle Goos, de Amsterdamse Michelle Goos naar het buitenland. Hoe bevalt het nu daar? Ja, wie had het ooit gedacht? Ja, ik niet, maar ik speelde toch. Ja, tot nu toe bevalt het heel erg goed. En wat heel veel meiden al tegen me zeiden, dat ik het veel eerder had moeten doen. Ja, dat geloof ik nu ook wel. Maar beter laat dan nooit. En ik ben nog lang niet oud, toch? Tot slot, waarom moeten de mensen die hun stem uitbrengen, hun stem op jou uitbrengen? Ja, waarom moet je op mij stemmen? Nou, die andere twee zijn ook super toppers. En ik vind elke stem die ik krijg, vind ik mooi. En ik vind het al heel leuk dat ik genomineerd ben.